Van 33.000 euro aan contant geld verstopt in een bank, tot een pop met een griezelige boodschap op de muur. De lijst van de 10 vreemdste ontdekkingen van vandaag zal je zeker verrassen. Tien fossiel van een dier dat 300 miljoen jaar oud is. Stel je voor dat je met je hond langs de kust wandelt en plotseling struikelt over de versteende resten van een onbekend dier dat 300 miljoen jaar geleden leefde. Nou, dat is precies wat er gebeurde met de middelbare schoolleraar Lisa Sinclair Cormier in Prince Edward Island, Canada. Terwijl het fossiel nog niet geïdentificeerd is, geloven experts dat het een soort hagedis of een nauw verwante soort kan zijn. Maar wacht, er is meer. In een andere verbazingwekkende ontdekking vonden Portugese en Spaanse paleontologen een 25 meter lange sauropode dinosaurus die tussen de 160 en 100 miljoen jaar geleden leefde. Kun je je de grootte van dat ding voorstellen? De opgraving vond plaats in een achtertuin in Portugal en bracht een reeks versteende ribben aan het licht die toebehoorden aan een 25 meter lange brachiosaurus. Zo'n ontdekking is zeldzaam, vooral voor sauropoden. Het feit dat deze fossielen miljoenen jaren verborgen waren voordat ze werden ontdekt op de meest onverwachte plaatsen door mensen die geen paleontologen zijn, is echt verbazingwekkend. 9. $36.000 verborgen in een bankstel. Vicky Omodu, een vrouw die onlangs naar een nieuw huis verhuisde, vond een Craigslist-advertentie voor gratis meubels. Bij het ophalen van een bankstel van de gulle familie ontdekte ze iets buitengewoons. Meer dan €33.300 aan contant geld verborgen in een van de kussens. Zonder aarzeling besloot Vicky om het geld terug te geven aan de familie die alles van het eigendom van hun dierbaar aan het liquideren was. De familie was ontzettend dankbaar en gaf Vicky zelfs €1.855 cadeau die ze gebruikte om een nieuwe koelkast te kopen. Vicky's onzelfzuchtigheid en eerlijkheid hebben haar de titel van een goede Samaritaan opgeleverd. Toen haar werd gevraagd naar haar beslissing om het geld terug te geven, zei Vicky dat God goed voor haar was geweest en dat ze nooit zou hebben gehouden wat niet van haar was. 8. Lang verloren meesterwerk. Kun je geloven dat een Franse vrouw uit Compagnie een schilderij van de beroemde 13e eeuwse Italiaanse schilder Cimabue in haar keuken had hangen zonder zich bewust te zijn van de echte waarde? Het schilderij heet Christus bespot en het toont Christus omringd door een menigte. Het wordt verondersteld deel uit te maken van een groter diptiek dat door Cimabue in 1280 werd geschilderd. Kunstspecialist Stéphane Pinta van de Galerie Turquine in Parijs zei dat dit een belangrijke ontdekking is voor de geschiedenis van de kunst. En andere experts zijn het daarmee eens. Stel je eens voor hoe verrast de vrouw moet zijn geweest toen een veilingmeester het schilderij ontdekte terwijl hij haar huis doorzocht en voorstelde om het te laten waarderen. Experts voorspellen dat het schilderij 4 tot 6 miljoen euro zal opbrengen, maar kunstadviseur Alexis Aschot denkt dat het zelfs nog meer kan opleveren. Het is verbazingwekkend om te bedenken dat zo'n belangrijk schilderij jarenlang verborgen was in een keuken zonder dat iemand zich bewust was van de werkelijke waarde ervan. 7. Heksenfles. Heb je het nieuws gevolgd over de archeologen die aan het graven waren langs de I-64 in Virginia? Ze vonden een heksenfles uit de tijd van de Amerikaanse burgeroorlog. Deze fles bevatte ijzeren spijkers, haarclips, nagels en zelfs urine. Blijkbaar begroef een Unie-officier die tijdens de burgeroorlog gestationeerd was op zuidelijke bodem de fles bij zijn haard als geluksbrenger en om boze geesten af te weren. In 2016 waren de archeologen bezig met het opgraven van de resten van een burgeroorlog uitkijkpost op een snelweg middels de eiland in York County. Aanvankelijk dachten ze niet veel van de fles en categoriseerden ze het als een provisorische opslagcontainer. Maar experts in keramiek en volksrituelen namen een nauwere blik en herkenden het als een heksenfles. Het blijkt dat mensen deze dingen al eeuwen begraven als bescherming tegen ongeluk. Aanvankelijk dacht men dat er slechts 12 bekende heksenflessen in de hele VS waren, maar deze ontdekking heeft anderen naar voren laten komen om te beweren dat ze er ook één hebben gevonden. 6. Koninklijke gouden haarspeld. De archeologen van het paleis Fontainebleau hebben tijdens de voorbereiding van een restauratieproject een opwindende ontdekking gedaan. Ze vonden een schat aan juwelen in het gemeenschappelijk toilet in de Henry IV binnenplaats, waaronder een 10 centimeter gouden haarspeld, een kruis en een gouden medaille van de maagd Maria die toebehoorde aan Catherine de Medici, de koningin van Frankrijk van 1547 tot 1559. Van alle vondsten is de haarspeld bijzonder significant, omdat slechts 2 andere sieraden van Catherine bewaard zijn gebleven. De haarspeld heeft het monogramontwerp van Catherine, in elkaar grijpende C's die lijken op het Chanel-logo.
en haar favoriete kleuren wit en groen. Het is fascinerend om meer te weten te komen over deze intrigerende koningin via haar persoonlijke bezittingen. De ontdekking van het gemeenschappelijk toilet was een verrassing, omdat werd aangenomen dat er slechts 2 gebouwen in het gebied waren. Hoewel de exacte omstandigheden van de haarspeld onbekend zijn, biedt deze ontdekking een zeldzame glimp in het leven van een van de meest fascinerende koninginnen van Frankrijk. 5. Spiegel van Birdlip. Het Museum van Gloucester organiseert op 7 december een evenement genaamd Culture Club, waarin het publiek meer kan leren over de Birdlip-spiegel, de grootste prehistorische bronzen spiegel die ooit is gevonden. David Rice, de conservator van het Gloucester Museum, zal de geschiedenis van de spiegel bespreken en de weinig bekende feiten die het zo belangrijk maken. De spiegel werd per ongeluk ontdekt in 1879 door Joseph Barnfield, een wegwerker in Birdlip, en is één van de slechts 60 spiegels die ooit in de wereld zijn gevonden en toebehoorde aan een rijke eigenaar. De Culture Club zal de mysteries rondom de spiegel en haar begrafenis met een jonge vrouw en 2 mannen bijna 140 jaar geleden verkennen. En waarom de ontdekking ervan belangrijk is voor Gloucester. De spiegel en een gereconstrueerde versie van het hoofd van de vrouw waarmee het begraven was, zijn permanent tentoongesteld in het Museum van Gloucester. 4. Reusachtig kwartsblok. Heb je die virale foto gezien van het gigantische kwartskristalblok? Het is maar liefst 3,6 miljoen euro waard en werd ongeveer 2 jaar geleden ontdekt in een mijn in de VS. De foto toont een man die bij de mijn werkt naast een massief blok van 2,5 meter kwartskristal gevonden in Arkansas. Dit kristal van 900 kilogram is super bijzonder omdat het super helder, van hoge kwaliteit, in goede staat en volledig uniek is. Kwarts is vrij algemeen, maar het vinden van dit grote natuurlijke kwartsblok is super zeldzaam, tenzij je naar het Smithsonian's National Museum of Natural History gaat om te zien wat ze daar hebben tentoongesteld. 3. Enge pop met een briefje. Oké, maak je klaar om de rillingen over je lijf te voelen. Een nieuwe huiseigenaar in Liverpool, Jonathan Lewis, ontdekte onlangs een verborgen muurruimte in zijn nieuwe huis. En wat hij vond was rechtstreeks uit een horrorfilm. Terwijl hij het gebied onder de trap aan het verkennen was, brak hij door de muur en ontdekte een lappenpop in een gestreepte jurk. Klinkt onschuldig genoeg, toch? Fout. De pop hield een briefje vast dat beweerde van een vorige eigenaar te zijn en het was angstaanjagend. Volgens het briefje heette pop Emily en was ze verantwoordelijk voor de moord op de vorige eigenaars van het huis in 1961. Het briefje gaat verder met te zeggen dat de vorige eigenaars te gelukkig waren en Emily kon het niet uitstaan, dus koos ze steken als hun doodsoorzaak. Het briefje eindigt met een vrolijke wens voor de nieuwe huiseigenaar om goed te slapen. Yikes, als het aan mij lag, zou ik dat huis verkopen en zo snel mogelijk verhuizen. 2. Mysterieuze voodoo. Een voodoo-pop gemaakt van menselijke tanden en huid is gevonden op een strand in Florida en werd prompt terug in het water gegooid om een vervloekte surfer te vervloeken. Alsof de wateren van Florida nog niet genoeg gevaren hebben, waaronder haaien, krokodillen en NASCAR-fans, is er nu ergens voor de kust een voodoo-pop die wacht om gevonden te worden door een nietsvermoedende surfer. De pop werd ontdekt op Cape Canaveral, nabij de geboorteplaats van Kelly Slater, Cocoa Beach, door een man genaamd Bruce Robertson terwijl hij op het strand liep. Nadat sommige strandgangers hem hadden gewaarschuwd dat de pop vervloekt was, gooide hij deze terug in de oceaan. Hij maakte wat foto's van de pop voordat hij deze vrijliet en ontdekte later dat het geen voodoo-pop was, maar eigenlijk de Afrikaanse spingod Anansi, die gebruikt wordt voor geluk. 1. T-34-tank uit de Tweede Wereldoorlog. In de thumbnailfoto van vandaag zie je een klein meertje verscholen in het midden van een weelderig naaldbos. Maar wist je dat er een spookachtig verhaal schuilt onder het oppervlak van deze idyllische scène? 50 jaar geleden ontdekte een nieuwsgierige jongen tanksporen die hetzelfde meer ingingen, zonder er weer uit te komen. 2 maanden lang keerde hij dagelijks terug om te kijken naar bubbels die opkwamen vanuit de diepte van het water, volledig in de war door wat hij zag. Fast forward naar vandaag en de lokale bevolking, vooral de oorlogsfanaten, waren net zo gefascineerd door dit mysterie en bundelden hun kracht om de waarheid te achterhalen. Ze waren ervan overtuigd dat er iets belangrijks verborgen lag onder het veenmos en water en met behulp van het hele dorp gingen ze op zoek naar de waarheid. De heersende theorie is dat een tank door de Duitsers werd gevangen genomen en opzettelijk gezonken. En, alsof dat nog niet genoeg is, sommigen beweren zelfs dat ze de dieselmotor hebben weten te starten. Van alle ontdekkingen die we vandaag met je hebben gedeeld, welke heeft de meeste indruk op je gemaakt? Deel je gedachten in de opmerkingen en vergeet niet op de abonneerknop te drukken voor nog meer spannende verhalen.